95% van de dorpen in het binnenland zit in het donker. Dit zei ABO-parlementariër Dinota Forswijk gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. Volgens haar is er op de begroting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen helemaal geen geld opgebracht voor energievoorziening in het binnenland. Forswijk vindt het belangrijk dat in een tijd van crisis de meest kwetsbare groepen de nodige ondersteuning moeten krijgen. Kan de minister ons mededelen hoe hij de dorpen van brandstof zal zien? Vooral met de komende feestdagen in vooruitzicht, want met nul SRD op de begroting kan je nergens mee starten. Dus minister, graag uw inzichten hierop. En ieder wil kerst oud opnieuw verzekerd zijn van elektriciteit. Forswijk vindt het onverantwoord dat voor een aantal programma's helemaal geen geld is opgebracht op de begroting. Wij moeten niet ervan uitgaan dat de begrotingen voor dienstjaar 2021 al is ingediend en dat die gauw mogelijk behandeld zult worden. De natuur hebben wij niet in handen. Laten wij maar een voorbeeld nemen aan wat COVID-19 ons heeft aangedaan. Bijna overal ter wereld lockdowns geweest. Laten wij hieruit lering trekken, meneer de voorzitter. Regeren is immers dan vooruitzien. Dat was ABO-parlementariër Dinota Forswijk. De Nationale Assemblée is gisteren begonnen met de begrotingsbehandeling van het dienstjaar 2020.